Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb deze vriend nog steeds. Godsjammetje. Maar goed, het is vandaag vrijdag. En normaal ging ook Sam naar school en Liam naar school. Maar ik heb ervoor gekozen om ze toch nog thuis te houden. Ze snappen het bij het schooltje waar ze heen gaan. Dus ja, ik hoop echt vanaf maandag dat alles hier weer normaal is. Want dat. Dus ja, ze hebben nu een flesje. En ja, de reden dat ik ervoor kies om Jordi nog thuis te houden, het gaat beter. Hij is vrolijk, hij alles. Maar hij heeft nog geen, hij kan nog niet zonder paracetamol. Zijn oren zijn we nog aan het druppelen. En op het moment dat de kou op de oren komt, kan het gewoon weer volledig bij, terug bij af zijn. Dat. Dus vandaar dat ik daarvoor kies. Ik heb deze week te veel moeite hierin gestoken om te zeggen, ik ga het nu helemaal verpesten. Dus nee, ga ik niet doen. Echt niet gewoon. Het lijkt serieus net of ik hier een snor heb, zeg. Oh, hij heeft me wel heel goed geraakt hoor, dat wel. Maar ja, het is zoals het is. In ieder geval, dat dus. Ik maak deze keuze niet voor niks. Ik blijf ook gewoon echt binnen met alle kinderen. En we gaan er nog maar gewoon een leuk gezellig dagje van maken. En dan ja, gaan we zien hoe het loopt. Ik moet wel zeggen, de zorg van Jordi is momenteel nu minder zwaar aan het worden. Maar die is van de week echt heel zwaar geweest. Echt heel zwaar geweest. Als hij ergens last van heeft, berg je maar. Dankjewel! Wat goed van jou! Liam brengt de fles van Sam. En hij heeft ook zijn eigen fles al op de aanrecht gezet. Dus hij is goed bezig. Nou, Liam heb ik boven neergezet. Die zal inmiddels al wel weer in slaap gevallen zijn. Want ja, hij was heel vervelend. Hij wou niet slapen, hij wou niks. Hij was echt niet aardig tegen mama en tegen Jordi. Jordi is nog steeds wakker. Het gaat eigenlijk wel redelijk goed. Oh, nee, hij is nog wakker. Ik wou hem zo gaan halen, maar ik moet even mijn vlog aanzetten. Dan zit hij kwartiertje boven. Sam is al inmiddels alweer wakker. Ik ben bezig met het eten. Ik heb weinig gevlogd, want hij is echt een handvol. Het is echt niet grappig meer. Ik ben blij als hij weer naar school is. Maar ja, ik moest in dit geval moest ik gewoon heel even kiezen en keuzes maken. De afleiding luister ik ondertussen podcast, et cetera. Dus ja, hè. Dus ja. Ben je nou weer allemaal aan het uitvreten? Wat is er? Je bent ook helemaal niet lief de hele tijd. Ik vind jou super lief. Ik hou heel veel van jou, schatje. Maar dit is niet de bedoeling. Kom eens bij mama. Kom eens hier. Ben je zo verdrietig? Ben je zo verdrietig? Ik weet dat je moe bent en ik weet ook dat je te eigenwijs bent om te slapen. Dat weet ik allemaal. Maar soms moet je gewoon even lief zijn voor je broers. Ga je mee naar beneden? Doe je dan even je Boomba pakken? Waar ligt je Boomba dan? Heb je die ergens neergegooid? Waar ligt die? Hier ligt geen Boomba. Die heb je ook hier niet tussen gefrot. Waar ligt die dan? Heb je Boomba neergevold dan? Ik heb jou Boomba gegeven. Nou ja, beneden nog Boomba liggen. Ga je naar beneden dan? Moet je mama goed vasthouden? Nee. Liam,
Doe je mama even goed vasthouden? Liam, mama goed vasthouden. Jij weet wat mama zegt. Goed vasthouden. Goed zo. 1, 2. Hoppakee. Ik ga iets maken wat ik nog nooit eerder heb gemaakt. We eten sowieso een pasta iets. Jordi krijgt dat natuurlijk met rijst. Ik heb voor de kinderen heb ik gewoon een rode saus gemaakt. Maar ik heb hier een kippendijfilet in liggen met knoflook. Ik ga een pasta pesto met kippen, champignons en broccoli maken. Zou het lekker zijn? Ik weet het niet. We gaan het gewoon proberen. Oh, en dit is de kip tot over was. Daar maak ik kip curry salade van. Lekker! Hebben we weer van het weekend wat te snoepen. Dus ja, jullie zagen het. Het is kip. Ik weet niet hoeveel. Dit is gewoon een uitprobeersel. Dit is een bedenking van mij. Ik zou niet weten welke ik en hoe en wat. Ik doe maar wat. Koek is je eigen fantasie, toch? Dat zeg ik altijd. Ik ga beginnen met de kip aan te bakken met de knoflook erin. En als dat klaar is, naar mijn idee, ga ik jullie weer meenemen. Als de kip in zover is aangebakken, ga ik de champignons toevoegen. Dit laten we natuurlijk weer eventjes aanbakken. En dan heb ik nog een half uitje. Nogmaals, hoeveel erin zit en wat dan ook. Ik doe maar wat. Wat ik nu zeg, doe ik ook. Dus mocht je het nog niet helemaal begrepen hebben, pak even pen en papier en schrijf even op wat ik doe. Als het niet lekker is, pak geen pen en papier. Ik weet niet of het lekker is. Als het nog niet helemaal afgebakken is, maar dat er nog vocht in zit, doen we er vast de ui bij. Waarom? Weet ik niet. Leek me zo prima. Ondertussen dat dat aan het borrelen is, maak ik gewoon even een simpele salade. Niet moeilijk, is gewoon een komkommer, cherry tomaatjes, een uitje, een augurkje en een wit kaasje. Dat is alles. Het ziet er nou zo uit. We gaan nu pesto erbij doen. En hoeveel ik erin doe? Geen idee. 1. Ik pak wel zulke lepels, hè. 2. 3. Zullen we er 3 doen? We kunnen ook meer toevoegen. Ziet er zo uit. Wacht, ik ga het even goed doorroeren. Uno Monumento. Oh nee. Volgende slide. En dan is nu dit het slachtoffer. Zal ik het proeven? Laten we het maar doen. Als ik dood ga, hè, zetten jullie het dan op mijn bitterinkje. Een champignonnetje. Ho! Wel lekker. Maar goed. Dan ga ik er kokosroom aan toevoegen. Hoeveel? Ik heb 2 dingen, dus ik weet het niet. We gaan het zien. Dit is natuurlijk de pan. Hier hebben we de kokosroom. We doen maar wat. Natuurlijk moet je heel even proeven tussendoor, hè. Ja. Lekker. Ja, en hoeveel zit hier nu in? I don't know. Ik heb maar wat gedaan. Half pakje. Baby. Nou, dat is dus dat. Er komen er nog pennen bij. En broccoli. En dan is het klaar.
Ik heb rauwe broccoli erin gedaan. Het staat nog een beetje na te pruttelen. Ik doe er een deksel op en het blijft nog even pruttelen. En dan is het klaar. Want Niels en ik vinden het niet erg als onze broccoli lekker knap is. Dan is het zo dadelijk alleen nog maar eventjes een kwestie van de pennen koken en de rijst koken. En dan kunnen we eten. Yay! En als het dan klaar is, ziet het er zo uit. Dit is voor Jordi. Dit is voor Niels. Sven. Elian. En papa, hoe smaakt het? Lekker. Ja? Vind je het echt lekker? Ja. Mooi. Soms vallen uitprobeersels toch wel redelijk goed uit, want ik vond het zelf ook wel lekker. Maar ik vond het van de kinderen ook er wel heel lekker uitzien. Niels is nu Liam en Sam naar bed brengen. Jullie liggen er net in. Oh, het is echt blauw nog hoor. Lijkt wel alsof ik een snor heb. Maar goed. Wij mogen nu allemaal de bende weer op gaan ruimen. Gaan we ook doen. En dan is het bankzaken en beleggingen. Alhoewel, ik wil een beetje prutsen en een beetje klooien. Maar ja, hè. Komt goed. Ik ben een beetje mijn hobby weer aan het oppakken. Kruis borduren. In ieder geval, ik laat het nog wel een keer zien in de vlog. Maar dat is gewoon een beetje wat ik achter de schermen aan het doen ben. En ik heb er een aantal dingetjes voor gehaald, zodat ik eventjes vooruit kan weer, zeg maar. Dat moet ook gebeuren. Ik was straks bij de Albert Heijn en ze hebben deze week de Lay's chips in de aanbieding met allemaal van die smaakjes. En ik had nou cheddar en onion gepakt. Lijkt mij gewoon cheese onion, maar... We gaan het maar weer eens proberen. Dat dus. Ik vind dat grappig dingen proberen. Moet je ruiken? Het ruikt, ja. Het ruikt meer naar ui als naar cheddar-achtig iets. Mm-hmm. Nee, we zijn niet romantisch. Ik proef wel een kaassmaak. Maar de ui overheerst. Ja. Maar het is geen vieze chips. Nee, absoluut niet. Zijn we toch romantisch? Nou gaan we even serie kijken. Ja. En dan is zo einde dag. Dan gaan we snurken. Ja. Oh, ik mag niet meer volle mond praten. Dan gaan we snurken. Dat dus. Tot morgen. Hey, goedemorgen. De kindjes hebben al fruit gehad en alles erop en eraan. Ja, spelen. En Jordi die is eventjes aan het ronddenderen. Hij is een beetje boos. En waarom is hij een beetje boos? Hij krijgt geen tabby. Dus hij loopt dan zo rond. Kruipt zo rond. Waggelt zo rond. Wat is er, Jordi? Wat is er? Ja. Papa is er niet. Jordi, waar ben je? Hij wil de tablet hebben. Dus hij loopt steeds richting tablet. En ja, ik kan naar hem toe lopen en zeggen, kom overeind. Maar dit moet hij zelf doen. Wat is er, Jordi? Jordi, wat is er? De juffrouw staat hier toch op? Kijk dan, juf Roos, staat toch hierop? Hij is helemaal in de bing, into bing. Kijk, daar is je weer. Ja. Jordi, je hoeft niet boos te worden, hè? Ja, waarom ben je boos? Meer geïrriteerd? Richting boosheid. Waarom is, wat is er? Dus dat die kleine grappen maken hier.
Maar Jordi is niet blij. Wat is er aan de hand? Wat is er? Is er iets niet goed? Is dit niet de goede juffroos? Ik weet wat er aan de hand is. Oeh, de plek is aan het veranderen. Ja, even wachten, jongen. Even wachten, jongen. Mama moet even je broer helpen. Jij. Let maar op. Watch. Watch, watch, watch. Jij wilt deze niet, hè? Ik weet wel welke je wel wil. Kijken of ik het vastgelegd krijg, hoor. Hij wil namelijk deze. Ja, als je op 5 december geboren bent, moet je ook de Sinterklaasversie hebben, hè? Dit is juffrouw Sinterklaas. Is die tegenwoordig helemaal in toe. Prima. Hé, hey, jongen. Ja. Jij wil Sinterklaasje zien, hè? Hoppakee, daar hebben we niks aan. Yay, Sinterklaas! Ja. Oh, je bent echt een tandenknars ook, hè? Voor de mensen die denken, waarom knars die tanden? Dat heeft met buikpijn en oorpijn te maken. Ja. Hé, hé, hé. Dus stoppen met knarsen. Knarsen, stoppen. Hi. En dan denk je misschien, Mandy, waarom doe je niks aan zijn neus? Nou, heb je ooit gestoeid met iemand met Down syndroom? Het is niet aan te raken. Het is niet echt aan te raden. Nope. Joef, ga fietsen. Ik kan het schoon krijgen als ik het echt wil, hoor. Want ook voor school, et cetera, ga ik dat gewoon aan. Maar als het niet hoeft, ga ik het niet per se aan. Straks als Niels thuis is, kan Niels hem vasthouden, kan ik hem gaan schoonmaken, is het ook goed. Maar dat is veel minder werk dan wat ik nu moet doen. Want ik moet hem echt in de houtgreep houden. En die houtgreep is niet prettig. Dat doe ik alleen maar momenteel voor zijn oren, dat die gedruppeld worden. Ja, mama is er. Hij wil mijn hand vasthouden. Nou, ik ga er vandoor, want hij wil dat ik wegga. Mama mag vandaag van papa een pyjama dag houden. Dus papa is nou naar de winkel om boodschapjes te halen. Yay! En ik heb Jordi bij me. Nee, Jordi wil niet meer bij mama zitten. Mama heeft net al een knuffel met Jordi. Oeh. Hallo. Die wil er weer vandoor. Dus ja. Ik ga daar wel naar boven als Niels thuis is. En dan ga ik boven dingen doen. Niels heeft vanochtend gewerkt aan zijn eigen bus, werkbus. Want die moet binnenkort gekeurd worden, dus er waren wat dingetjes nodig. En ja, ik ben moe. Mag ook wel een keer, toch? Ik ga even drinken maken voor Jordi en zorgen dat hij drinken heeft. En dan mag papa even op de kindjes letten als hij terug is. En dan, ja. Moet hij dingen doen die hij moet doen, moet hij zelf weten. Volgens mij is dit nog steeds behoorlijk blauw. Doet het niet echt pijn of zo? Ik zit er gewoon. Prima. Kan gebeuren, hè? Lijkt wel een snor of een moedervlek of wat dan ook. Het is zoals het is. Het wondje aan de binnenkant is wel al enigszins aan het helen, dus het zal goed zijn. Maar goed, ik ga even drinken maken voor die grote vent. Sam is ook al wakker, heeft ook al drinken. Dus dat had ik ook al geregeld. Dus ja. Oh, en ik moet even Jordi zijn oordruppelen. Ga ik eerst even... Nee, ik ga hem eerst drinken geven en dan oordruppelen. Want anders dan loopt het er weer uit. Ik heb even boven alles opgeruimd en gedaan. Maar nu ga ik heel even iets doen. Wat ga ik doen? Ik ga kipsoep maken. En denk je misschien, Mandy, waarom ga je kipsoep maken? Nou, dat is heel simpel. Ik ben gewoon niet lekker. En mijn vader deed dat vroeger al
toen ik klein was, als er iemand ziek was, deed hij dit altijd maken. Ik noem het ook zieke soep. En ja, dat dus. Dat ga ik maken. En dan ga ik jullie in meenemen. Wat we nodig hebben is, want ik maak snelle zieke soep. Het is natuurlijk beter om zelf alles helemaal compleet, bla bla bla. Heb geen zin in, heb geen tijd voor, wil ik niet. Dus we nemen kippenbouillon blokjes en dit gaan we even in de pan doen met warm water. Dan gaan er een aantal dingen in die kippensoep. Waaronder, ik heb 1 prei en 1 ui gesneden. Prei natuurlijk gewassen, et cetera. Dat gaat erin. Wat gaat er nog meer in? Ik heb hier ketchup manis. Ik heb sambal manis. Dus daar ga ik ook even in doen. Hoeveel allemaal? Hey, eigen fantasie. Het is gewoon zieke soep. Dat. En wat ik er ook nog altijd in doe is rijst. Deze rijst was ik niet, want rijstwater is ook goed voor je buik. Dus dat. Hoeveel? Een handje. Alles zit erin. En dan ga je even roeren. En dan als het borrelt, dan doe je even proeven en dan doe je van de een iets meer en van de ander niet. Of weet ik veel. Zoiets, dit is de basis in ieder geval. Je kunt toevoegen wat je zelf nog meer wil. Dit is in ieder geval mijn zieke soep. Ik ben ondertussen ook gelijk even voor het avondeten van mijn Niels bezig. De kinderen hebben al gegeten. En we eten broodje hamburger. Niet te moeilijk. Dus dat. Ik ga even de soep proeven. Hij is inmiddels aan het koken. Ja, hij is goed gekeerd, dus hij kan eigenlijk al uit, want hij is al klaar. Inmiddels is het zover dat ik verhoging heb. Yay! Ja, ik doe gewoon te veel, dus mijn lichaam zegt nu gewoon, hier heb je een virus, veel succes ermee. Yay! Doen we er even mee omgaan. Ik heb trillingen. Ik heb net wel even gedoucht. Want ik ga daar lekker op de bank zitten. Want dat daar, waar Joef nu ligt, wordt mijn plekje voor de avond. Ik ga niet bij de kind liggen die bovenaan een mekker is, omdat we er niet zijn. Ga ik niet doen. En als je er nog langs ligt, is niks meer aan de hand. Nee, ga ik niet doen. Daar ben ik mij, voel me niet lekker genoeg voor. Dus ja. Zieke soep, bank, gewoon wat drinken en chillen. Een hele goede morgen. Ik ben ziek. Ben je ook ziek? Nee hè? Jij bent niet ziek hè? Niels is ook niet helemaal lekker. Dat je niet helemaal lekker bent. Maar Niels is wel voor ontbijt aan het zorgen. Hopelijk doet hij het nu wel goed. Anders heb ik geen pech, want je doet het gewoon zoals ik zeg dat moet. Ik heb die poedersuiker al in de kanaal. Dat heb je niet, dat heb je niet. Hij zit me gewoon te stangen. Dat is niet waar, want ik zit stiekem gewoon te kijken wat hij aan het doen is. Dus ja, dat. Het wordt vandaag een dagje niet veel doen, denk ik.